Christina de Bakker heeft er al een drukke dag op zitten als de eerste klant haar hoevenwinkel binnenstapt. Als boerin op een gemengd landbouwbedrijf en moeder van Siebe, Noor en Hannes weet ze van wanten. Christina en Frank namen 6 jaar terug de hoeven over van zijn ouders. Ik kom van een heel verstedelijk dorp van Waarschot, waar dat iedereen elkaar kent. En dan kom ik hier terecht in Zevenkoten, op het platteland, waar dat ik mij soms wel eenzaam voelde in het begin, doordat ik hier heel weinig mensen ken. En ver van de bewoonde wereld in feite ook. Nu komen de mensen naar hier. En voor mij is het wel een meerwaarde dat ik weer maar meer gezichten zie. Klappen kunnen doen en... Maar het resultaat is dat Christina nauwelijks tijd overhoudt om een potje te kletsen. Ze maakt ambachtelijk roomijs met verse hoevenmelk, creëert originele ijstaarten en heeft een uitgebreid assortiment van dagverse zuiveldesserts en streekproducten in haar winkel liggen. En voor wie nog kan volgen, ze heeft van het kweken van oesterzwammen haar specialiteit gemaakt. Ik denk dat ik een beetje een voorliefde overgeërfd heb van mijn grootvader, die geïnteresseerd is in de paddenstoelen. Dat is iets dat mij enorm aansprak. Ik heb dat gezien bij iemand vroeger. En dat sprak mij enorm aan, die teelt van oesterzwammen. En vandaar dat we dat geprobeerd hebben. En dat viel mee. En ik doe dat heel graag. Dus uiteindelijk hebben we daar dan in doorgegaan. De KVLV vindt Christina de Bakker een mooi voorbeeld van vrouwelijk talent op het platteland. KVLV startte een eeuw terug als de Boerinnenbond. De vrouwenbeweging legt nu ook andere accenten, want in een moderne maatschappij moet je al je talenten benutten. We hebben 3 soorten prijzen. Sera reikt de prijs uit voor samenwerking, vindt dat een heel belangrijk aandachtspunt. De minister vindt innovatie heel belangrijk en wij zouden eigenlijk het sterkste talent willen belonen. Dus er zijn 3 prijzen mogelijk. 1 vrouw kan er 3 in de wacht slepen, maar het kan ook zijn dat we 3 vrouwen een prijs kunnen toedienen. De zoektocht naar vrouwelijk talent op het platteland start dit weekend. De campagne start morgen in Leuven op het verjaardagsfeest van 100 jaar KVLV. West-Vlaanderen telt nog het grootste aantal leden uit het land- en tuinbouwmilieu.